We kunnen intekenen, denk ik, op een wereldrecord volgende week in Kolen. Ja, nou, hij gaat dit recht zetten. Ja. Ik denk het ook. Die kan niet wachten. Ja, de rest van het jaar komen ze er niet meer naartoe. Nee, het moet hier gebeuren. Ja, Greudem, aan de stijl is niets veranderd. Je bent een jaar verder en je haalt hem er zo uit natuurlijk. Dat armpje. Fabrice reed gisteren een goede 1500 meter. Ja, het legendarische. 26-4, 26-4, 26-6. Nog nooit verteld. Het is in Nederland toch heel erg laat op de avond. Ja. Dus er zitten liefhebbers. En misschien ook mensen die zich afvragen, wat is daar nou zo bijzonder aan? Zeg, die rondetijden, zeg ze nog eens. 26-4, 26-4, 26-6. Wat is daar nou zo bijzonder aan? Leg dat eens uit. Er bestaat natuurlijk een regel dat je de 1500 meter rijdt, waarbij je een verval hebt van een kleine seconde. De goede allrounders. Per ronde. Per ronde. Oplopend. Nou, heeft hij die trend veranderd? Eigenlijk al door Johan Olof Kos daar een halve seconde van te maken. Die deed 28-3, 28-8, 29-2 tijdens de Olympische Spelen in 94. Nog nooit verteld. En hij heeft die tactiek opgepakt. Hij heeft daar een aantal keer Sven Kramer, Erben Wennemars mee verrast. Maar hij gaat nu een verval rijden van in totaal maar 2/10. Dat is nog nooit vertoond op dit niveau. Wel eens de Bob de Jong, maar die werd daar reed geen top 10 tijd mee. Nee, Romme kon het ook. Ja, Gianni Romme. Maar niet als hij de wereldbekers won of een Nederlandse titel haalde. Nee. Ook een halve seconde verval. Hij deed dat bij allround toernooi. Ja. En hij deed het uit noodzaak. Ook. Kon niet sneller. Maar deze man heeft de tactiek verzonnen waarom hoe hij dan op deze baan wel snel kan rijden. Maar eens even kijken. Voorlopig rijdt Fabrice en ook een unieke race. Hij rijdt een seconde en 3/10 boven het schema van Sven Kramer. Sneller. Hij rijdt een halve seconde boven het wereldrecord. Kramer ging hier rond in 29-0. Fabrice 29-3. Is hij sneller ook dan Havert Pocco? Vorig jaar was Kramer natuurlijk de enige die miraculeus goede 5 kilometer reed. Maar we zien er nu al eentje van Pocco. En dit wordt er ook één. Heb jij het gevoel? Ja, kijk, vorig jaar was een nauw Olympisch jaar. De name Kramer had het recht te zetten. Nou, ik zal je vertellen, Martin. Hij rijdt nu onder het schema van het wereldrecord. Fabrice. Dat deed Sven Kramer hier ook. Ja, maar het wereldrecord, een waanzinnige slotronde. Die noemden ze net op. 3/28. Maar dat kan deze man ook. Kramer kwam door in 3:40. In 29-2, Fabrice ook 29-2. 3:42, 53. 4/10 onder het bestaande schema van het wereldrecord dat uitkwam op 6:7:48. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is, je kan er donder op zeggen dat dit jaar meer mensen in de buurt gaan komen van het niveau van Sven Kramer. Dat de tegenstand groter wordt. Ja, hoe gaat Kramer daarop reageren? Dat is interessant. Want hij heeft het wel nodig. 91, hij versnelt Fabrice. Hij pakt die 4/10 op het schema van Sven Kramer in de vorige rit. Ja, verschil iets meer dan een seconde. 3/10 onder het wereldrecordschema rijdt Enrico Fabrice op de afstand die niet zijn sterkst is. Op de 5 kilometer. Kramer versnelde, reed hier een rondje 29-1. Ja, wat Fabrice net deed. Fabrice nu ook 29-1. Niet onder de indruk dus. Verschil 1 1/10 seconde. 1 seconde, 1/10. En nog altijd een halve seconde rijdt Fabrice onder het bestaande wereldrecordschema. Maar goed,
Daar knoopte Kramer destijds 3-28ers aan vast. 28-8, 28-8, 28-6. En Fabrice hield net wat in de voorgaande buitenbocht. Binnenbocht bedoel ik. Wat heeft hij nu nog in zich? 91, hij pakt nu 2/10. Ja. Minder dan een seconde is het verschil met Sven Kramer. Minder dan een seconde. Kan Fabrice zichzelf overtreffen in de laatste ronde? En dan moet hij in de 28 overrond. Sven Kramer, 29-4 en 29-1. Als hij dat kan, Fabrice, dan gaat Kramer verliezen. Hij gaat versnellen, Fabrice. Hij gaat ervoor. Weet hij dit nou? Ja, dat weet hij. En anders zijn coach wel. 5-38-82. Ja. Ronde 8-9, wat een versnelling. Ja, dat kan wel eens een nederlaag gaan worden. Het kan wel eens een wereldrecord worden. Het kan een wereldrecord worden. 6-7-48, het wereldrecord. Enrico Fabrice. Gaat hij hier een wereldrecord pakken? Zijn eerste. 6-7-40. Ja, ja, een wereldrecord. Een wereldrecord van Enrico Fabrice. 26 jaar. Wow. Laat op de avond in Nederland. Wat maken we hier mee? Een eerste zwaluw vloog gisteren over op die 1500 meter van Fabrice. Een heel bijzondere zwaluw. Maar dit is een mokerslag voor Kramer. Die eerst puur uit nonchalant. Wereldrecord. Een wereldrecord van Enrico Fabrice. So